1860. Max Havelaar. Indië leverde als Nederlandse kolonie verlies op. Er moest meer geproduceerd worden. Dus werd in 1830 het cultuurstelsel ingevoerd, dat ook wel het dwangstelsel werd genoemd. Nederlandse gezaghebbers hielden streng toezicht op de lokale regenten en de inheemse leiders. De ontevredenheid bij de inheemse bevolking groeide door de harde eisen die er werden gesteld. En in Nederland kwam kritiek op het cultuurstelsel. Baron van Heuvel, lid van de Tweede Kamer, zei al in 1850... Volk van Nederland, brandt u geen bloedschuld op het geweten? Miljoenen en miljoenen zijn van de handenarbeid der inboelingen in uw schatkist gevloeid... en niets hebt gij hun teruggegeven. Het haalde weinig uit want geld dat stom is maakt recht wat krom is. Maar het beroemde boek Max Havelaar sloeg in als een bom. Onder het pseudoniem Multatuli beschreef bestuursambtenaar Eduard Douwes Dekker Nederland als een roofstaat aan de Noordzee, die spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot betaling de bestolene bedwelmt met opium, evangelie en jenever. Vooral het ontroerende liefdesverhaal van Zaidja en Hadinda maakte op het lezerspubliek net zo'n indruk als De Negen Hut van Om Tom. En rond 1900 kondigde Nederland de ethische politiek af ten aanzien van Indië. De belangen van de bevolking moesten voortaan het zwaarst wegen. Onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg zouden op poten worden gezet. Nederland had een ereschuld aan het volk van Nederlands-Indië. Multatuli had zijn boek besloten met een oproep aan Willem III. Dit boek is een inleiding. Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen naarmate het zal nodig zijn. God geven dat dat niet nodig zij. Nee, het zal niet nodig zijn, want aan u draag ik mijn boek op, Willem den III, koning, groothertog, prins, meer dan prins, groothertog en koning, keizer van het prachtige rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den Evenaar als een gordel van smaragd. Aan u, vraag ik met vertrouwen, of het uw keizerlijke wil is dat daar ginds uwe meer dan dertig miljoenen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in uw naam? Bestaat er ook een geweten van een volk? Als volk denk ik dat je wel een geweten kan hebben, ja. Als er iets slechts is, bijvoorbeeld oorlog, en het komt door jouw land, dan denk ik wel dat de bevolking daar zich ook schuldig over voelt. Als de Nederlanders iets hebben gedaan, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, daar, heeft, daar hebben wij Nederlanders een geweten over. Toen er die bijvoorbeeld de Nederlanders zelf iemand hebben neergeschoten, toen begon het volk, de Nederlanders. Echt het geweten te rinkelen. Hoe ontwikkel je een geweten? Ik denk dat het vooral komt door je opvoeding, dat je vader of moeder zegt, nou dat kan je niet doen. Um, dat krijg je gewoon mee met uh, mensen waar je mee omgaat en waar je dingen van leert. Dus op school, thuis, wat je beïnvloedt, dan denk je van, ga je nadenken en van, is het misschien echt niet normaal wat ik heb gedaan? Hoe kan het collectieve geweten van een volk veranderen? Doordat. Misschien een, uh, een leider aan de macht kwam en die heeft toen gezegd dat het niet kan. En dan speelt het op je geweten en uh, dan denk je inderdaad, nou dat kan eigenlijk helemaal niet. Doordat je weet wat er vroeger is gebeurd kun jij uh, ja, je geweten aanpassen aan bepaalde dingen die er nu zijn. Doordat er ook uh, boeken worden gemaakt en zo. Zoals bijvoorbeeld met Indonesiërs, met Max Havelaar bijvoorbeeld. voorbeeld. Dan lees je het zo van, ja nou, dat zou ook, ook kunnen zijn dus. Erg, dit, dit hoort niet. Zo, zo horen wij niet te zijn wij doen het wel, maar dat hoort niet. Stel mij eens een gewetensvraag. Ik vertel jij wel eens vertrouwelijke dingen door aan iemand terwijl het eigenlijk niet mag. Waar heb je spijt van? Waarom stil je? Ben je blij met jezelf? Vind jij dat ons land nog steeds verantwoordelijk is voor het beleid dat zij in Nederlands-Indië heeft gevoerd?